Nederlandse vrachtwagenchauffeurs varen liever om met een veerboot dan dat ze nog via de kanaaltunnel bij Calais gaan. Mensen die proberen jou op alle mogelijke manieren in je vrachtwagen te komen om zo stiekem mee te liften naar Engeland. Want ja, dat schijnt voor hun het beloofde land te zijn. Om de een of andere duistere reden. En verder in het nieuws vandaag. Woede na dood van een Palestijnse baby. En het koningslied was duurder dan gedacht. Goedenavond. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs nemen steeds vaker de ferry om in Engeland te komen. Ze mijden de kanaaltunnel door de aanhoudende problemen daar met vluchtelingen. En deze week kwamen daar ook nog de wegblokkades van de Franse boeren bij. In een minuut kan er zomaar weer iets gebeuren waardoor alles plat ligt. En dan sta je weer. Dus en dat willen wij gewoon voor zijn. Dus om die reden rijden wij voorlopig ook nog niet op Calais. Ook terug zelfs niet. Ook daar kiezen wij gewoon voor de veilige ferries op dit moment. Want dan hebben we gewoon minder risico dat je toch daar onverhoopt voor verrassingen komt te staan. Ja, normaal gesproken is de route via de tunnel bij Calais veel sneller. Maar de chauffeurs nemen nu de langere wachttijden en de scherpere controles op de boten voor lief. Ze reizen dan via IJmuiden, Europoort en Hoek van Holland naar Groot-Brittannië. Daar staan ze in Hoek van Holland, doorgewinterde chauffeurs Martin en Willem, te wachten om de boot op te mogen. Normaal nemen ze de trein naar Engeland, maar... Het is gewoon een oorlogsgebied, zeg maar. Mensen die proberen jou op alle mogelijke manieren in je vrachtwagen te komen. Je bent niet meer veilig. Iedereen die er omheen loopt, die loopt tegenwoordig al met messen. En als ik te dicht op mijn voorganger parkeer in die file, dan komen ze met hamers en pijpen en messen en weet ik het wat komen ze langs. Ze slaan je spiegels in. Dus het is één ellende. Ze nemen nu dus de boot, net als vele anderen. Normaal staan er 120 tot 130 vrachtwagens op, vandaag 250. Ja, op dit moment hebben we een stijging van 10 tot 15% op het vrachtvervoer. De boten zijn een week van tevoren al volgeboekt, merken ook deze verhuizers. Gespecialiseerd in verhuizingen naar het Verenigd Koninkrijk. Waar je normaliter redelijk kort van tevoren nog kan boeken, merk je dat iedereen die iets wil die kant op, die gaat natuurlijk vroeg boeken, waardoor de ferries eerder vol zitten. Het laden en lossen van de schepen kost bovendien extra tijd, waardoor het vaarschema in gevaar komt. We proberen zoveel mogelijk ons schema aan te houden, maar gezien door de druk die er is, ja, lukt dat niet altijd. Dat betekent dat we met vertraging moeten vertrekken. In veel gevallen kunnen we die tijd tijdens de overtocht weer goed maken, maar ja, dat kost natuurlijk wel veel brandstof. En ook de exporteurs en transporteurs worden door het omvaren op extra kosten gejaagd. €500.000 per dag, zo schat de Belangenclub. Als een vrachtauto 6 à 7 uur per dag moet wachten, extra, kost dat gewoon 6 à 7 uur extra geld. Dat is al €600 per vrachtauto. De boot van Martin en Willem vertrok 3 kwartier later dan gepland. Maar op dit moment is alles liever dan de kanaaltunnel. De Britse premier Cameron, net terug van een reis naar Azië, wordt meteen weer geconfronteerd met dit hoofdpijndossier. De migrantenproblemen bij het kanaal leiden ook aan de Britse kant tot enorme files en ander ongemak. Het probleem heeft zijn bijzondere aandacht, zo benadrukt hij. Well, the situation is not acceptable and it is absolutely this government's priority to deal with it in every way we can. We're going to put in more fencing, more resources, more sniffer dog teams, more assistance in any way we can in terms of resources. Look, this is going to be a difficult issue right across the summer. I'll have a team of senior ministers who will be working to deal with it, and we rule nothing out in taking action to deal with this very serious problem. We're absolutely on it. We know it needs more work. En dat is de afgelopen dagen wel gebleken. De hekken die er nu staan worden eenvoudigweg doorgeknipt of er wordt overheen of onderdoor geklommen. En de politie kan er tot nu toe niet veel tegen beginnen.